Afrikaans feminisme. Als zwarte oermoeders deinden ze vlezig door het stof. Heupen als hoepels, ruggen paars geslagen en strak getrokken als bogen. Ze graasden in kuddes als ferme veeksen. Ze leerden denken en bijten toen er vreemde vrouwen kwamen, die hen tongen als zwepen schonken, de tanden scherpten met troost en zusterschap. Als ze huilden, klonk het als een donderklap. En eindelijk leerden dochters dansen naar eigen pijpen. Ze leerden het sterkste woord dat ze kenden. Ze leerden nee. In het stof werd niet meer gebeten, niet langer gezien als vee.